Een delegatie onder leiding van president Santokki zal in Egypte participeren aan de VN-klimaattop, ofwel COP27, waarbij wereldleiders de meest urgente kwesties over klimaatverandering zullen bespreken. Het staatshoofd zal de participerende landen toespreken en hen deelgenoot maken van Surinames visie met betrekking tot klimaatverandering. De wereldleiders zijn op de top op 7 en 8 november, die van 6 tot 18 november wordt gehouden. Op deze klimaattop worden afgevaardigden uit bijna 200 landen verwacht. Gloria Sterling, voorzitter van het Constitutioneel Hof, heeft vandaag van Ruby Wittenberg, directeur van de Stichting voor de Rechtsorde in Suriname, de SRIS, de derde SRIS-bundel strafrechtelijke wet en regelgeving in ontvangst mogen nemen. Voor het Hof is het een bijzonder moment geweest om de bundel te mogen ontvangen, omdat het een verrijking is van onze eigen rechtsliteratuur en het draagt bij aan meer kennis van complexe juridische vraagstukken. En landsdienaren die wonen en werken of te werk zijn gesteld in het district Koroni zijn woensdag in de gelegenheid gesteld om zich fysiek te registreren bij de ambtenaren van BISA die hun mobiele werkplek hadden neergezet in de multifunctionele zaal van het districtscommissariaat. Honderden landsdienaren hebben zich massaal geregistreerd. De volgende halte voor de mobiele unit ten behoeve van de verplichte landsdienarenregistratie is in Ikeri.